Zoetemelk alleen. Zoetemelk 30 meter voorsprong. Hier is hij, in zijn regenboogtrui. En achter hem, daar stork het een beetje omdat Teun van Vliet daar rijdt en geen trap meer doet. Het is zijn afscheids-goldrace, dat heeft hij gezegd. Zijn laatste kans om de klassieker, de enige vaderlandse klassieker, die hij nog niet op zijn erelijst heeft geschreven, om die ook in dat gouden boek in Germany Levesque bij te schrijven. Nog één helling, de Gullemerberg hier. We zijn op 9 kilometer van de aankomst. Joop alleen. En nu? Zal het dan na 16 Rooks jaar lukken? Rooks gaat hem achterna. Het is Rooks die de aanzet geeft. Mooie finale op die manier. Van der Poel in het wiel van Rooks en dan Van Vliet met Sergeant. Bij Mozer stokt het weer. Die moet in de klim eraf. Zoetemelk gaat worden bijgehaald. Rooks is de man die de vaart geeft. Jawel, we zien dat. Steven Rooks rijdt bij Van Vliet weg. En komt er aan het achterwiel van Joop Zoetemelk. Hier is Van der Poel, hier is Sergeant. Van Vliet die aarzelt. We laten Van der Poel even in de steek. En we gaan naar de twee Nederlanders op kop. Joop Zoetemelk en Steven Rooks. Laatste helling. En dan loopt het groepje daarachter loopt samen met Van der Poel en Sergeant als de mannen die de vaart moeten geven. Maar Rooks en Zoetemelk zijn nu weg. Nog één kilometer. Nog één kilometer. Voor de laatste keer loopt de weg ietsje omhoog. Rooks op kop. Joop als een arend in zijn wiel. Wat gaat er gebeuren? Wie heeft nog iets over? Wie zal straks op het juiste moment sprinten? Joop is geen uitgesproken sprinter. Nooit geweest. Steven Rooks is in theorie ietsje sneller van nature. Maar wat is theorie na 242 kilometer? Achtervolgers nu op 1 kilometer. Wat een finale. Mooier kan het wel haast niet. Prachtig. Vorig jaar Kneteman. Weet u nog hoe die hier huilend op het podium stond? En nu dan Joop misschien in het zicht van de finish. Maar we gunnen het ook even goed aan Steven Rooks die ervoor gereden heeft. Die het gaatje naar Joop gedicht heeft. En die nu de laatste 600 meter ingaat. Onvoorstelbaar die twee in de finale. Wat gaat er gebeuren? Emotierijk moment. Joop zet aan. Joop zet aan. Rooks heeft hem gezien en vangt hem op. Joop probeert er van ver. Oh, als dat maar lukt. Joop Zoetemelk nog altijd op kop. Joop op kop, daar komt Rooks. Rooks naast Joop Zoetemelk. Wie gaat het winnen? Het is Steven Rooks die met een 10 centimeter verschil de 21ste Amstel Gold Race wint voor Joop Zoetemelk.